Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijdelijk. Goedemorgen, 5 VWO Wiskunde B. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Vandaag, Jesper, gaan we kijken naar de hoogtepunten van hoofdstuk 8. Dus kijk maar even mee op het bord. Hier is het bord. Voorkennis. Dat gaat over stelsels lineaire vergelijkingen oplossen. Nou, daar ga ik niks over zeggen. Kwadratorsplitsen komen we straks tegen als we het gaan toepassen. Verder is er niet zoveel interessant aan de voorkennis. En ze beginnen met wat lijnen met elkaar kunnen doen in het vlak. Nou, eigenlijk zijn er 3 mogelijkheden. Lijnen kunnen snijden. 2 lijnen hebben een snijpunt. Ja. Je kan ook hebben dat 2 lijnen evenwijdig zijn. En je kan ook hebben dat ze evenwijdig zijn, maar dat ze ook nog eens een keer hetzelfde zijn. Dus dit heet samenvallen. En het aardige is, lieve mensen, dat je dit kan zien aan de vergelijkingen van de lijnen. Dus als we deze, de bovenste lijn noemen we even L. En de andere lijn noemen we even M. En als je dan gaat kijken naar de vergelijking van L. Dat is bijvoorbeeld AX plus BI is C. En de vergelijking van M is dan... welkom. Ik zie, even kijken. Omar, je bent online, Omar. Je bent niet afgemeld. Dus dat moet je nog even regelen. Maar ik zal aanvinken dat je wel online aanwezig bent. Welkom, fijn dat je er bent. En het filmpje komt ook op YouTube straks. Oké, goed. De vergelijking van M is DX plus EI is F. Oké, nou hoe kunnen we nou zien in welke van de situaties je zit en hoe heet dat dan? Als A gedeeld door D is ongelijk aan B gedeeld door E, dan zit je in deze situatie. En dit is de normale situatie. En het aparte is, het boek heeft er niet echt een naam voor. Wiskundigen zouden het regulier noemen, hè? Of oplosbaar of iets van iets dat het oké is. Maar het wordt pas interessant als het niet oké is. Als A gedeeld door D is gelijk aan B gedeeld door E, dan zijn de lijnen evenwijdig. En dan zit je in deze situatie of in deze situatie. En hoe moet je dan weten in welke van de 2 situaties je zit? Nou, als dit ongelijk is aan C gedeeld door F, dus als je dit hebt, dan zit je hier. En dit heet strijdig. Het stelsel is strijdig. Er is geen oplossing. Er zijn geen snijpunten van deze lijnen. Ja? Als je zit in een situatie dat dit gelijk is aan C gedeeld door F, dus deze situatie, dan zit je hier en dit heet afhankelijk. Als je een afhankelijk stelsel hebt, dan zijn er oneindig veel oplossingen. 2 lijnen die identiek zijn, snijden elkaar overal op de lijn. Ja? Dus dan kan je niet echt een snijpunt vinden, maar een snijlijn. Dus evenwijdig hoort bij deze 2, normaal hoort bij deze. En dit specifieke ding heet strijdig, geen oplossing. En dit specifieke ding heet afhankelijk, te veel oplossingen. Je wil dat er 1 oplossing is van een stelsel met 2 variabelen en 2 vergelijkingen. Maar soms is er geen oplossing, soms zijn er oneindig veel. Dat zijn de uitzonderingsgevallen. Oké, tot zover duidelijk? Oké, dan gaan ze zeuren over de parametervoorstelling van een lijn. En dat is een interessant onderwerp. Want hoe kun je lijnen representeren? Ik maak er een iets breder verhaal van. Representaties van lijnen. Als je goed oplet, hoor je ook een hint over hoofdstuk 10. Nou, de eerste die je hebt geleerd is deze. I is AX plus B. Het voordeel van deze is dat A en B uniek bepaald zijn als je weet wat de lijn is. Dus A en B uniek bepaald. En als je zegt van meneer, ik weet niet precies wat dat betekent, komt zo. Ik heb straks iets wat niet uniek bepaald is en dan is het opeens wel duidelijk. Dus uniek bepaald
als, hou je mond, als een lijn bekend is, zeg maar. Oké. En hij heeft ook een nadeel. Weet je wat het nadeel is van deze representatie van een lijn? Het is fantastisch dat A en B uniek bepaald zijn als ik een lijn heb. Maar er is iets mis mee. Ik kan niet alle lijnen representeren met deze formule. Welke lijnen kan ik niet representeren? Verticale lijnen. Want verticale lijnen hebben geen richtingscoëfficiënt. Dus dit is allemaal leuk. Maar verticale lijnen kunnen niet worden gerepresenteerd. Terwijl je ze toch vaak nodig hebt. Oké. Okay. Nou, jammer. Hadden we nog een andere representatie van lijnen gehad? Ja, deze. AX plus BI is C. Het voordeel van deze is dat alle lijnen kunnen worden gerepresenteerd. Dus alle lijnen kunnen. Ook verticale lijnen. Want dan doe je gewoon B is 0. En heb je de verticale lijn X is C gedeeld door A. Alle lijnen kunnen. Dat is fijn. Maar A, B en C zijn niet uniek bepaald. En nu kan ik uitleggen wat uniek bepaald is. Bijvoorbeeld deze lijn. X of 2X plus I is 5. Hè? Dat is een lijn. Maar 4x plus 2i is 10, is ook een lijn. Maar deze twee lijnen zijn hetzelfde. In dit geval, als twee lijnen hetzelfde zijn, hebben ze dezelfde a en b. In dit geval, als twee lijnen hetzelfde zijn, dan kunnen ze een veelvoud zijn van elkaar. Dus deze a, b, c zijn niet uniek bepaald als je zegt wat de lijn is. En deze a en b zijn wel uniek bepaald als je zegt wat de lijn is. Nou, dat is voor nu niet zo belangrijk. Maar ik wil dat jullie daar even over nadenken. Want hier heb je twee parameters. A en B, die zijn uniek bepaald. Hier heb je drie parameters. En die liggen vast op een vermenigvuldiging na. Dus je kan ze allemaal met iets vermenigvuldigen. En dan is het nog steeds dezelfde lijn. En dit hangt ook samen met het strijdig waar we het net over hadden. Want bij strijdig waren de quotienten van de coëfficiënten van de x en van de y en van de losse getallen. Die waren allemaal hetzelfde. En je ziet hier dat het geval is. Hè? 2 gedeeld door 4, 1 gedeeld door 2 en 5 gedeeld door 10 zijn allemaal hetzelfde. Dus als dit een stelsel zou zijn, zou het afhankelijk zijn omdat het allebei dezelfde lijn is. Ja? Oké. Okay. Nou, nu komt er een nieuwe representatie van een lijn. En dat heet de parametervoorstelling van een lijn. En dat schrijven ze zo. Dat schrijven ze als een stelsel. Dan zeg je x, y. En x is dan at plus c, doen zij. En y is dan bt plus d. Ik hou even de volgorde van het boek aan. En het voordeel is dat alle lijnen kunnen worden gerepresenteerd. Dus dat kan hier en hier. Maar je hebt hier vier parameters voor een lijn. Zie je dat? A, b, c en d. Dit ligt nog minder uniek vast dan hier. En daar wil ik een voorbeeldje van geven. Dus laten we bijvoorbeeld even kijken naar deze lijn. I is 2t plus 1. Ja, nee, x is... Sorry, je doet altijd het eerste x. Hè? X is 2t plus 1. En I is 10t min 5. Hoe kun je erachter komen welke lijn dit überhaupt is? Nou, er zijn een paar mogelijkheden voor. Je kan gewoon waarde voor t gaan invullen. Dan zeg je, nou, ik neem t is 0. Als t is 0 invult, dan krijg ik het punt a. Dat verzin ik even. En dan krijg ik het punt 1, min 5. Kennelijk gaat deze lijn door het punt 1, min 5. Dan vul ik t is 1 in. Dan krijg ik voor de x, dan krijg ik punt b. Dan krijg ik voor de x, krijg ik 3. Hè? 2 keer 1 plus 1 is 3. En 10 keer 1 min 5 is 5. Oké, okay, deze lijn gaat door de punten 1, min 5 en 3,5. En dan kan ik de richtingscoëfficiënt uitrekenen. Die min die gedeeld door die min die. Dan kan ik de vergelijking opstellen van de lijn. Dat kan. Dus nog een andere manier om de vergelijking op te stellen van de lijn. Je kan dit ook opvatten als een stelsel en dan t gaan elimineren. Dus wat je kan doen is
deze keer 5 doen. En deze keer 1. En dan krijg je 5x is 10t plus 5. En y is 10t min 5. En dan zeg je van, hey, dit is cool. Als ik dit van elkaar ga aftrekken, dan valt de 10t weg. Dus ik doe het min elkaar. Dus dan krijg ik 5x min y is plus 5 min min 5 is 10. Hé, hey, een vergelijking van de lijn. Zie je dat? Dus zo kan je ook van een parametervoorstelling een vergelijking maken van de lijn. Je kan hem ook zelf schrijven in de vorm y is 5x min 10. Zie je dat? Breng de y naar de andere kant, breng de 10 naar de andere kant en dan draai je alles nog een keer om. En dan heb je hem ook in het eerste format. Oké, okay. Nou, je moet kunnen vertalen tussen deze vormen van een lijn. Dus je moet, als hij in het ene vorm staat, moet je kunnen vertalen naar de andere vorm. Je moet dus ook van een lijn de parametervoorstelling kunnen maken. Nou, even een kleine hint over hoofdstuk 10. De parametervoorstelling van een lijn is eigenlijk ook de vectorvoorstelling. Daar was een vraag over, toch? Zijn er mensen die überhaupt al naar het PO gekeken hebben? Ja, tuurlijk. Oké. Okay. Kijk, als ik hem zo schrijf. Nu heb ik dezelfde formule eigenlijk staan, maar nu in vectortaal. Ik heb de x en de y samengevoegd in een vector. En hier staat eigenlijk x is t keer a plus c en y is t keer b plus d. Dit is de steunvector en dit is de richtingsvector. Dus eigenlijk is parametervoorstelling en vectorvoorstelling van de lijn gewoon hetzelfde. Alleen de notatie is anders. Ja? Oké, okay, dit had je natuurlijk zelf al ontdekt. Maar ik dacht, laat ik een hint geven aan de leuke, hardwerkende, getalenteerde leerlingen. Oké, okay? Goed. Vera, kan je nog even je mond houden? Dankjewel. Goed, dan de assenvergelijking. Wat is dat nou weer? De assenvergelijking van de lijn is een kunstje om snel een vergelijking op te stellen van de lijn. Als je weet wat de snijpunten van de lijn zijn met de assen. Dus stel je voor dat de lijn de x-as snijdt in het punt A en de y-as snijdt in het punt B. Dan heb je, okay, dan heb je ongeveer deze lijn, zie je dat? En de formule van die lijn die kan je vinden door te zeggen ik doe x gedeeld door A plus y gedeeld door B is 1. Hoe weet ik dat dit klopt? Nou, als ik voor x A invul en voor y 0, dan klopt het, want dan staat de A gedeeld door A is 1. En als ik voor x 0 invul en voor y b, dan staat er b gedeeld door b is 1. En ja, dat klopt allebei, dus dit is een vergelijking van de lijn. Welke lijnen kunnen we niet op deze manier representeren? Verticale lijnen. Verticale lijnen kunnen we inderdaad niet representeren, want dan zou b oneindig zijn. Je zou een limietgeval kunnen nemen in dat geval. Er is nog een lijn waarvan het nog erger is. Bij horizontaal en verticaal is hier symmetrisch, dus daar gaat hetzelfde verhaal voor. Dan zou je voor a, zou je de limiet moeten nemen voor a gaat naar oneindig en dan gaat deze term naar 0 en dan hou je over y is iets en dat is inderdaad een horizontale lijn. Maar er is een geval waarin het echt gruwelijk misgaat. Dat is gewoon maar een woord uit wiskunde galgje, toch? Ja. Nee, als hij door de oorsprong gaat. Want als een lijn door de oorsprong gaat, dan zijn a en b allebei 0. En dan krijg je een onzinvergelijking. Dus assenvergelijking is leuk, maar als een lijn door de oorsprong gaat, dan werkt het niet. Ja? Verder zijn A en B uniek bepaald. Oké, dat is de assenvergelijking. Nou, theorie D, de hoek tussen twee lijnen. Oké, hier kunnen we kort over zijn. Kijk, als ik een lijn heb met een richtingscoëfficiënt, dit is lijn L. De richtingscoëfficiënt betekent, als ik 1 opzij ga, ga ik de richtingscoëfficiënt omhoog. Dus dit stukje, als de richtingscoëfficiënt positief is, dit stukje is de richtingscoëfficiënt van L. Ja? Dus een rechthoekige driehoek. Deze hoek noem ik even alfa. En ik beweer, de tangens van alfa is gelijk aan, wat was tangens? Sosca-stoa, overstaand, gedeeld door, aanliggend. Ja? Dus dat is richtingscoëfficiënt van L gedeeld door 1. Oh, dat is gewoon de richtingscoëfficiënt van L. De tangens van de hoek met de positieve x-as is gelijk aan de richtingscoëfficiënt. Dus de hoek van de lijn met de positieve x-as is de shift tangens, en dan zet je rekenmachine op graden, van de richtingscoëfficiënt van de lijn. Ja?
Als je dan de hoek wil weten tussen twee lijnen, dan zeg je van, oh, ik ga van allebei de lijnen even de hoek met de positieve x-as berekenen en dan mijn hersens gebruiken. Oh, hersens gebruiken, hoe moet dat, meneer? Nou, laten we even een voorbeeldje doen. Dus stel je voor dat ik hier een lijn heb met een hoek van 60 graden met de positieve x-as. Dus dit is 60 graden. En ik heb een andere lijn die snijdt hier. En die heeft een hoek van 80 graden. Maar omdat die onder de x-as zit, maak ik de hoek even negatief. De uitkomst van de tangens wordt in dit geval ook negatief. Als de richtingscoëfficiënt negatief is, wordt deze hoek ook negatief. Nou, wat is de hoek tussen deze twee lijnen? 140. Daar had ik op gehoopt dat jullie dat zouden zeggen. Dat klopt in zekere zin, want deze hoek is natuurlijk 140. Dan doe je gewoon 60 min min 80 is 140. Maar hier zit ook een hoekje. En de afspraak is dat als je de hoek gaat bekijken tussen twee lijnen, moet je altijd de kleinste hoek nemen. Dus als je antwoord groter wordt dan 90, dan zeg je van, oh, weet je, ik neem de andere, zodat het samen 180 graden is. Ja? Nou, het boek heeft hier een hele pagina theorie over, maar het is eigenlijk niet meer dan dit. Dus je berekent van allebei de hoeken de shift-angst van de richtingscoëfficiënt. Je maakt de schets en je gebruikt je hersens. En het boek zegt, in dit geval doe je het min elkaar. In dat geval doe je het plus elkaar. Nou, weet je, daar heb ik allemaal geen zin in. Goed, paragraaf 2. De afstand tussen een punt en een lijn. En dat zijn jullie met hoofdstuk 10 ook mee bezig. Maar bij hoofdstuk 10 leer je een formule voor de afstand tussen een punt en een lijn. En hier moet je nog een procedure volgen. Dus laten we even kijken wat het idee is. Dus tussen een punt en een lijn. Dus dit is een lijn. Dit is een rivier, weet ik veel wat. Een mooie rechte rivier. Dit is een woestijn. Een woestijn met een rivier doorheen. Of zo, in Egypte of zo, weet ik veel. En ja, kan ook. Dan is het een niet natuurlijk waterding. Dan is het kans groter dat het precies recht is inderdaad. Goed punt, kanaal. Dit is een kanaal met water. En dit is een woestijn. En in de woestijn zit iemand. Die wil zo snel mogelijk naar de rivier. En laten we aannemen dat het is allemaal mooi vlak. En er is geen obstakels. Je wil gewoon de kortste weg. Wat is de kortste weg, meneer? Nou, loodrecht. Ja? En afstand, dat is eigenlijk altijd de kortste weg. Afstand is kortste weg. Dat is een soort van de definitie van afstand. Kort. Oké. Dus eerst de O. En dan de R. En dan de T. Ja, kortste weg, kortste verbinding. Ja? Dus hoe doe je dat in het algemeen? Als ik punt L heb en punt A heb en lijn L, dan zeg ik, nou, ik ga een loodrechte lijn maken door A op L. Dus zo. Dus stap 1. Maak lijn M loodrecht op L door A. En dan ben je geïnteresseerd in het snijpunt van die twee dingen. Dus dat snijpunt noemen we S en dan zeggen we bereken S. En als je dan A en S hebt, dan hoef je eigenlijk alleen nog maar de afstand te berekenen tussen A en S. Dus bereken de afstand tussen A en S. En de afstand tussen A en S, hoe moet dat, meneer? Nou, dat doe je met Pythagoras. Want we zitten in een assenstelsel, we weten coördinaten van punten. Hè? Dat bereken S betekent bepaalde coördinaten van S. En van A zijn ook de coördinaten gegeven. Dan zeg je van, nou weet je, dan doe je de x-coördinaat van S min de x-coördinaat van A in het kwadraat. Plus de y-coördinaat van S min de y-coördinaat van A in het kwadraat. Mag ik het ook omdraaien, meneer? Ja, je mag het ook omdraaien. Je moet wel de x'en bij elkaar doen en de y'en bij elkaar doen. Dat is eigenlijk de enige eis. En dit is gewoon Pythagoras, want als je hier een driehoekje tekent. We moeten nog twee paragrafen, hè? Kan het nog even stil zijn? Oké. Okay. Dit stukje is is min aia. En dit stukje is xs min xa. En het interesseert me niet of het positief of negatief is, want het gaat toch in het kwadraat. Ja? Oké. Okay. Dus de afstand tussen een punt en een lijn. Nou, that's it. Dat is die hele paragraaf. Ik heb het in een omgekeerde volgorde uitgelegd. Oh ja, nog één ding. Als je een loodrechte lijn wil maken, dan moet je iets doen met richtingscoëfficiënt. Dat is misschien wel aardig om nog even te zeggen. Dus als ik lijn L heb. Lijn L, ja. I is 3x plus 10.
Als ik nou lijn M loodrecht op L wil maken, dan maak ik gebruik van het volgende interessante dingetje. Namelijk dat de richtingscoëfficiënt van L vermenigvuldigd met de richtingscoëfficiënt van M gelijk moet zijn aan min 1. Als het product van de richtingscoëfficiënten min 1 is, dan zijn de lijnen loodrecht. En dit regeltje gebruik je om de richtingscoëfficiënt van M te bepalen. Heel belangrijk. Oké, mooi. Dan gaan we naar 8.3, de cirkelvergelijkingen. Representaties van cirkels eigenlijk. Dus, hoe ziet dat eruit? Nou, stel je voor, je hebt een assenstelsel en je hebt daarin een cirkel, zo. En dat middelpunt van die cirkel is M en de straal van de cirkel is R. Die M heeft natuurlijk een x-coördinaat en een y-coördinaat. Ja? Nou, er zijn drie manieren eigenlijk om een vergelijking van een cirkel op te schrijven. Of in ieder geval om een cirkel te representeren in een formule. Twee vormen van de vergelijking van een cirkel en een parametervoorstelling. En die ga ik alle drie gewoon even rauw op jullie dak gooien. We beginnen even met degene die het makkelijkst is gegeven deze situatie. Dan krijg je namelijk dit. Dan krijg je x min de x-coördinaat van m in het kwadraat plus y min de y-coördinaat van m in het kwadraat is de straal in het kwadraat. Dan zeg je meteen, meneer, dit is toch eigenlijk gewoon Pythagoras? Ja, eigenlijk wel. Hier staat de afstand van het punt tot het middelpunt van de cirkel is constant, is de straal. En de afstand van een willekeurig punt tot het middelpunt van een cirkel bereken je met Pythagoras. Dus hier staat gewoon Pythagoras. En dit definieert alle punten die dezelfde afstand hebben tot het middelpunt. En dan heb je per definitie een cirkel. Cirkel is de verzameling punten met een bepaalde afstand tot het middelpunt. En die afstand die heet de straal. Ja? Je zou deze haakjes kunnen uitwerken. En dat ga ik niet symbolisch doen, want dat voegt niet zoveel toe en dat hoeven jullie niet te weten. Maar als je dat gaat uitwerken, dan krijg je een vergelijking van deze vorm. Dan krijg je x kwadraat plus ax plus y kwadraat plus bi plus c is 0. En een van de belangrijke boodschappen van deze paragraaf is dat je dit ook achteruit moet kunnen. En dat hebben jullie bij de toets al gedaan bij hoofdstuk 8. De meeste mensen hebben dat uitstekend gedaan. De manier om dit achteruit te doen, hoe heette dat? Kwadraat of splitsen, heel goed. Dus ik ga toch nog even een voorbeeldje doen. Oké, kwadraat of splitsen is een lang woord. Goed, tenslotte is er nog een andere manier om een cirkel te representeren, namelijk de parametervoorstelling van een cirkel. En dat werkt zo. Je neemt x en y, die zijn allebei een functie van t. Voor de x nemen we eerst het middelpunt plus de straal keer de cosinus van parameter t. En de y-coördinaat van het midden plus r keer de sinus van t. Als je dit doet voor x en dit voor y en je laat t lopen, dan krijg je een cirkel. En dan zeg je, maar meneer, daar geloof ik helemaal niks van. Wilt u dat even laten zien? Ja, we hebben tijd zat. Ik wil het wel even laten zien. Dus we gaan even kijken naar de grafische rekenmachine. En dan ga ik een nieuw menu laten zien. Ik weet niet of jullie dat wel eens hebben gezien. Je gaat naar mode. En dan kies je hier parametric. En dan hoef je dit jaar nog niet zo gek veel mee te doen. Maar volgend jaar gaan we er wel wat mee doen. Dus dan heb je dat alvast een keertje gezien. Dus laten we eerst de parametervoorstelling van de lijn doen. Dus als ik nou doe 5x plus 1... En 10, geen x hè, maar t. Hè. T is de parameter. 10t min 3. Maar dat boeit niet. Die kan je gewoon laten tekenen. Dus gaan we eerst naar window. Dan kiezen we het standaard window. En we laten t lopen van min 10 tot 10 of zo. Zo. En verder nemen we het standaard window. Bam. Nou, dan past die ook de t aan. Dus goed, van min 10 tot 10. Zie je dat? Hey, als ik die gekke formule invul, dan krijg ik inderdaad een lijn in beeld. Zie je dat? Dus dit hier is de parametervoorstelling van de lijn. Maar nu gaan we de parametervoorstelling doen van een cirkel. Dus dan doen we een cirkel met middelpunt 2,1. Dus 2 plus, en een straal van 3. Dus 3, 2 plus 3
cosinus x, of t, t is onze parameter. En het middelpunt was 2,1, dus oké, dit moet 1 zijn. En die moet hetzelfde zijn, als deze twee niet hetzelfde zijn, krijg je een ellips. Ja, is ook leuk, maar daar gaat het niet over vandaag. Ellipsen zijn trouwens wel aardige, hele interessante, aardige, leuke dingen. Oké, komt-ie. Maar meneer, dit lijkt wel heel erg op een ellips. U bent ons aan het belazeren. Ja, heel goed. Dat hadden we al een paar keer geoefend volgens mij, maar leuk dat je dat nog weet. Dus we doen zoom z square. En dan zou je iets moeten krijgen wat echt eruit ziet als een cirkel. Mooi hè? Dus parametervoorstelling van de lijn, parametervoorstelling van een cirkel kan je op je rekenmachine laten tekenen door hem op mode parametric te zetten. Ja? Oké, nou. Voorbeeldje kwadraten splitsen en dan zijn we klaar met paragraaf 3 eigenlijk. Dus stel je voor dat je deze cirkel krijgt. X kwadraat plus 6x plus y kwadraat min 10y min 50, weet ik veel, is 0. Ja? Wat is de vergelijking van deze cirkel? Hoe vind ik het middelpunt en de straal? Het middelpunt en de straal kan je hier niet letterlijk aan zien. Je moet kwadraten splitsen om het in deze vorm te zetten om te zien wat er aan de hand is. Kunstje is steeds hetzelfde. Je pakt, even met een kleurtje, je pakt dit getal en dit getal en die deel je door 2. En dan schrijf je het volgende op. Is alles duidelijk, lieve mensen? Fijn. Probeer dan het geroezemoes nog eventjes wat zachter te doen of gewoon uit te zetten. Die 6 deel je door 2, dat is 3. Dus dan schrijf je op x plus 3 in het kwadraat. En als je, dan denk je na. Kijk, als ik dit ga kwadrateren, x plus 3, krijg ik x keer x. Dan krijg ik x keer 3 en 3 keer x. En dan krijg ik 3 keer 3. Die x keer x wil ik. Dat is die x kwadraat. Die x keer 3 en die 3 keer x... Die zijn samen 6x, toch? Dat wil ik ook. Maar die 3 keer 3, dat is 9. Die wil ik niet. Dus weet je wat ik doe? Die haal ik er gewoon vanaf. En nu zeg ik van, kijk, deze twee dingen zijn gelijk. Zie je dat? Dat is de slimme opmerking die je nodig hebt voor kwadratensplitsen. Je schrijft, de x stop je in een kwadraat, zodat hier geen x meer zijn. En die min 9 die gaat dan straks naar de andere kant. Dus dit spelletje kunnen we met y ook doen. Dus dan zeg je y min 5. He, want min 10 moest je delen door 2. Als je dat gaat kwadrateren, krijg je y kwadraat en min 10 y en 25. Maar die 25 wil je niet, dus die trek je ervan af. En dan is dit gelijk aan dit. Nou, je ziet dus, omdat het is dus allemaal gelijk aan elkaar. Dus nu kan je de losse getallen naar de andere kant brengen en optellen. En dan krijg je het volgende. Dan krijg je dus x plus 3 in het kwadraat. Plus i min 5 in het kwadraat is, nou even kijken, dit is 5, min 75 en 9, dat zal dan wel 84 zijn, naar de andere kant 84. Dus de straal van deze cirkel is wortel 84. En wortel 84, dat moest je eigenlijk nog mooier schrijven, toch? Je kon het door 4 delen, dan krijg je 21. Krijg je 4 keer 21 is toch 84? Oké, dus dit is 2 wortel 21. Oké, dat is de straal van de cirkel. Dus nu weet je het middelpunt, namelijk min 3,5. Hè, vanwege de plusteken is het eigenlijk x min min 3. En zoals je hebt gezien aan het begin, hadden we hier mintekens staan. Die mintekens zorgen ervoor dat x, m en y m echt het middelpunt zijn van de cirkel. Dus als je een plus hebt, dan moet je realiseren dat het eigenlijk min min is. Oké, nou dat weet u dan wel. Goed, laatste paragraaf. Even kijken, er zijn 4 blokjes theorie, afstanden. Oh ja, nog één opmerking over cirkels. Kijk, als dit een cirkel is, met een straal van 3, ja? En ik heb hier een lijn. En de afstand tussen de lijn en het middelpunt van de cirkel, dat is wortel 21, ja? Wat is dan de afstand, dit is cirkel C, wat is dan de afstand tussen lijn L en cirkel C? Ja.
Ja, de, inderdaad. Dus je zegt het is wortel 21 min 3. Nou, daar is een heel theorieblok wat ik even over het hoofd had gezien. Dus dit hoort ook nog bij paragraaf 3. Ja? Dus wortel 21 min 3 is de afstand tussen een lijn en een cirkel. Is deze notatie voor jullie bekend, wat ik de hele tijd doe? Ja, D betekent distance. En dit zijn dan de twee objecten waar ik in geïnteresseerd ben. En dat zijn lijnen, cirkels of punten. Ja? Oké, in dit hoofdstuk. Je kan het ook met parabolen doen, maar dat hoef je niet te doen. Goed. Raaklijnen en snijpunten bij cirkels. Nou, daar zijn twee opmerkingen over. Stel je voor dat je een cirkel hebt. Oké, dit is wel erg lelijk. Zo, dit is een cirkel. Die cirkel heeft middelpunt M en straal R. Dus dat betekent dat de vergelijking van die cirkel luidt x min x-coördinaat van M in het kwadraat plus i min de y-coördinaat van m in het kwadraat is de straal in het kwadraat. Nee, dat hebt u net gedaan. Ja, dat klopt. Dan heb ik ook een lijn. En dat is lijn L. En de formule van lijn L, die schrijf ik eventjes in deze vorm. I is ax plus b. Oké. Okay. Hoe vind ik de snijpunten tussen de cirkel en de lijn? Nou, dat gaat als volgt. Dus snijpunten cirkel C en L. Snijpunten C en L. Hoe werkt dat? Nou, je substitueert de lijn in de cirkel. Substitueer. Invullen dus eigenlijk, hè. I van de lijn, dus deze, in vergelijking van cirkel. En als je dat netjes doet en uitwerkt, dan krijg je een kwadratische vergelijking. En kwadratische vergelijkingen zijn heel erg fijn, want die kunnen we oplossen in het algemeen. Hoe doe je dat? Kwadratische vergelijking oplossen met de ABC-formule. En als je de ABC-formule uitrekent, dan reken je vaak eerst een klein dingetje uit. Discriminant. En die discriminant, daar kunnen drie dingen mee aan de hand zijn. Die discriminant kan kleiner dan 0 zijn. Die kan gelijk zijn aan 0, die kan groter zijn dan 0. Als de discriminant kleiner is dan 0, wat heb je dan? Geen oplossingen, ofwel geen snijpunten. Als de discriminant gelijk is dan 0, heb je één snijpunt. Maar als je nadenkt hoe dat eruit ziet, dan kan het alleen maar een raaklijn zijn. Als je één punt gemeenschappelijk hebt met een cirkel als lijn, dan ben je een raaklijn. En als de discriminant groter is dan 0, dan heb je twee snijpunten. En dat is ook het maximum. Je kan niet meer dan twee snijpunten hebben met een cirkel als je in rechte lijn bent. Oké, twee snijpunten. Dus als ik wil aantonen dat een lijn raakt aan een cirkel, kan ik gewoon substitueren en laten zien dat de discriminant gelijk is aan 0. Bam, discriminant is 0, dus het raakt, klaar. Ja? Oké, nou, en dit maken ze dan nog een klein stapje erger. Dan gaan ze zeggen van, ja, maar als ik nou eens deze lijn heb. L is, I is AX plus 3 of zo. Of L is, I, of L dubbele punt, I is 3X plus B. Dan gaan ze zeggen, voor welke A of B... Ja, afhankelijk van welke situatie je hebt, heb je één van die drie opties. Dus dan zeggen ze hier, voor welke A heb ik een raaklijn? Of voor welke B heb ik twee snijpunten? Of voor welke A heb ik geen snijpunten? Nou, hoe doe je dat? Je vult gewoon je substitueert het weer. Je gaat weer die discriminant uitrekenen en dan ga je eisen stellen aan die discriminant. Dan ga je zeggen, nou, ik wil dat de discriminant negatief is. En dan krijg je een ongelijkheid voor je B of je A. Dit is een beetje abstract, hè? Zal ik hier nog een voorbeeldje van doen? Oké. Dan ga ik even een voorbeeldje kiezen wat mooi uitkomt. Ik zal ook jullie ook vertellen hoe ik het voorbeeldje kies wat mooi uitkomt. Kijk, ik neem een cirkel met als middelpunt 3, ja. Dan krijg je als vergelijking x min 3
plus, jullie wilden een voorbeeldje, anders was ik al klaar geweest. I min 3 in het kwadraat en de straal is wortel 5, dus dit wordt 5. Nou, wortel 5 met Pythagoras kan je maken als je een driehoekje pakt van 2 bij 1, toch? Want 2 kwadraat plus 1 kwadraat is 5. Dus dat betekent, als dit het middelpunt is, dan gaat die cirkel mooi door het punt 2,1. Toch? Want de afstand is dan hier wortel 5. Dus ik ga het zo maken. Ik ga hier een raaklijn maken. Hoe doe ik dat? Wat is hier de richtingscoëfficiënt van deze lijn? Dus eventjes hier erin. Dus ik ga van A naar M. Wat is de richtingscoëfficiënt van AM? Van 2,1 naar 3,3. Nou. Dat is gewoon 2 gedeeld door 1, ofwel 2. Dus die richtingscoëfficiënt van die L, die moet gelijk zijn aan 2 keer iets moet min 1 zijn. Oh, dat is min een half, toch? Ja, 2 keer min een half is min 1. Dus want 2 keer min een half is min 1. Daar hadden we het net over gehad, toch? Loodrechte lijnen, product van richtingscoëfficiënt is min 1. Dan wordt hier ook nog daadwerkelijk toegepast. Dus dan weet je dat de vergelijking van L er zo uitziet. I is min een half x plus b. En normaal gesproken ga je die b invullen door b berekenen door dit punt in te vullen. Maar ja, hier is er nog één. Kijk, als ik aan de ene kant een raaklijn heb aan een cirkel met een bepaalde richtingscoëfficiënt, dan heb ik dat aan de andere kant ook. Ik vind dit, ik kom niet mooi uit. Zo, deze heb ik ook. Dus hoe kan ik nou allebei de b's in één klap uitrekenen? Nou, dat gaat als volgt. Je gaat het substitueren. Dus ik ga eerst hier de haakjes even uitwerken, want dat is makkelijker. Dus dan krijg ik x kwadraat min 6x plus 9 plus y kwadraat min 6y plus 9 is 5. En voor die y ga ik dit invullen. Dus dan krijg ik x kwadraat min 6x. Die losse getallen doe ik even bij elkaar. Dus dan krijg ik 9 en 9 is 18 en min 5 is 13. Oké. Dus dan die 13 schrijf ik straks op. Dan krijg ik hier dus een min een half x plus b in het kwadraat min 6i. En i was min een half x plus b. Meneer, wat is het verschil tussen een b en een 6? Nou, een 6 is hier rond en een b is hier gehoekt. Ja? Dat is mijn verschil tussen een b en een 6. Oké, we hebben nog een uur, toch? Ja. Plus 13 is 0. Oké, nou, dit is een kwadratische vergelijking in x. Je kan het niet zo goed zien, maar dit is die kwadratische vergelijking waar ik het hier over had. Ik had gezegd van, kijk, vul het in en dan krijg je een kwadratische vergelijking. Bij substitueren krijg je een kwadratische vergelijking. Dat ga ik nu laten zien. Haakjes uitwerken. Dus je krijgt x kwadraat min 6x plus een vierde x kwadraat. Hè? Min een half keer een half is min een half is een vierde. Krijg je min een half x keer b, dat is min bx, want ik doe het keer 2. Plus b kwadraat plus 3x, want ik doe min 6 keer min een half is plus 3. En min 6 keer b plus 13 is 0. Oké, ik ga alles bij elkaar rapen. De x-kwadraten ga ik bij elkaar rapen. Dat wordt 1 vierde x-kwadraat. Ik ga de x'en bij elkaar rapen. Ik heb hier min 6x min bx plus 3x. Dus dan krijg ik min 3x min bx. Toch? Ja. En dan heb ik nog wat losse getallen over, namelijk een b-kwadraat. En een min 6b. En nog een plus 13. Die heb ik volgens mij alle termen gehad. Even kijken. Die heb ik gehad. De min 3x was de min 6 en de plus 3. De bx zat ik hier. De b-kwadraat heb ik opgeschreven. De min 6b heb ik opgeschreven. En de 13 heb ik opgeschreven. Ja, ik ze allemaal. Oké. Zo kan je checken of je ze allemaal hebt. Dit ziet er bijna uit als een kwadratische vergelijking. Maar ik moet het nog even een beetje masseren en dan iets zeggen. En dan zeg je van, oh natuurlijk, dit is een kwadratische vergelijking. Kijk, die 1 en 4, de x kwadraat hoef ik niks mee te doen. Die blijft lekker staan. Hier kan ik de x buiten haakjes halen. Dit wordt min 3 plus b
keer x. En die b kwadraat min 6b plus 13, daar zit geen x in, hè? Dus dit, die 1 en 4 is a. Die min 3 plus b, dat is b van de ABC-formule. En die b kwadraat min 6b plus 13, dat is c. Ik heb een kwadratische vergelijking waar ik de ABC-formule op kan toepassen. En de ABC-formule toepassen, dat betekent, je kan de discriminant gaan uitrekenen. Oké, discriminant was het ook alweer. Discriminant is b kwadraat. Dus 3 plus b in dit geval. Maar meneer, dat is dat de min. Ja, maar het gaat in het kwadraat, dus dat min teken boeit niet. Min 4 keer 1 1 vierde keer dit belachelijke ding. Oké. Wat wil ik? Ik wilde volgens mij een snijpunt. Dus ik wilde een raaklijn hebben. En bij raaklijn hoort dat er 0 uit moet komen. Dus dit schrijf ik op omdat ik wil dat het raakt. Ik wilde die twee waarden voor b hebben, weet je nog? Nou, laten we dit maar eens even uitrekenen. 3 plus b in het kwadraat. Dat is natuurlijk 3 in het kwadraat. Dat is 9. Plus 6b plus b kwadraat. 4 keer 1 1 vierde. Dat is gewoon 5, hè? Want 1 1 vierde is 5 vierde. En 5 vierde keer 4, dat is 5. Dus dit wordt allemaal keer 5. Dus het wordt min 5b kwadraat. Dit wordt plus 5 keer 6, 30b. En min 5 keer 13, dat is 65. En ik wil nog steeds dat het 0 is. Oké. Nou, dan ga ik alles samenrapen. Dus dan krijg ik min 4b kwadraat. Dat zijn die 2b kwadraat. Ik hoop dat ik hier geen rekenfout in heb zitten, anders wordt het straks heel, duurt het nog veel langer. Dan krijg je 36b. Dat zijn die 6b en die 30b samen. Dan heb ik losse getallen nog. 9 min 65. Dat zal dan wel 56 zijn. Met een minteken. Min 56. Want als ik er 9 van aftrek, heb ik een min 65. Oké. Hey, dit is een kwadratische vergelijking. Maar we hadden net toch al een kwadratische vergelijking, meneer? Ja, maar als je zo'n soort vraag oplost, krijg je nog een keer een kwadratische vergelijking. En die kan je ook weer oplossen. Dit hebben jullie trouwens allemaal een keer moeten doen bij de toets over hoofdstuk 8. Hè? Het is niet dat dit nieuw is of zo. Oké. Dus dit delen we door 4. Dan krijg je hier b kwadraat min 9b plus, wat je deelt door min 4, 16. Ja, hè? Ja, anders komt het namelijk niet mooi uit. Dankjewel. 14. Oké, fijn. Ik zoek twee getallen die keer elkaar 14 zijn en plus elkaar min 9. Nou, dat zijn min 2 en min 7. Dus dan krijg ik b min 2 keer b min 7 is 0. En dat geeft ons b is 2 en b is 7. En dat zijn de twee waarden voor b waarvoor ik een raaklijn heb aan de cirkel. Dus dit is een verschrikkelijke berekening. Jullie hebben dit al geoefend. En ja, ik vraag het natuurlijk niet elke keer, maar het is wel goed om dit toch geoefend te hebben voor als het ooit nog een keer wel terugkomt. Oké, nou, dat was hoofdstuk 8. Hoofdstuk 8.5 hoef je niet te leren, dat is op de computer, dat gaan we niet doen. Dus dat was het. Zijn er nog vragen of opmerkingen? Dan sluiten we nog even af. Dankjewel voor de aandacht, tot de volgende keer. Dag! Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het onverschrijft. Meneer Snel bro, ja dat is een feit. HBO of universiteit. Meneer Snel die zorgt dat jij bereikt. 10 halen, je zou niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om meneer Snel valt niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft.